Hallo, welkom op deze workshop waar ik aan de slag ga met de gratis service Xmarx, een synchronisatieservice voor favorieten. Nu, ik weet, nagenoeg elke moderne browser voorziet al in een ingebouwde optie om de favorieten te synchroniseren. Maar dat lukt alleen maar binnen diezelfde browser, weliswaar over verschillende toestellen heen. Bij Xmarx maakt het ook niet uit met welke browser je werkt, want zoals je hier op de website kan zien, https://www.xmarx.com, vind je dus plugins, extensies voor zowat alle belangrijke browsers. Ik zelf werk hier met Google Chrome en ik hoef ook niet meer te doen dan alleen op de knop Install Now te drukken, aangezien Xmarx zelf detecteert met welke browser je werkt. Nog even bevestigen dat je effectief wil downloaden en dan druk ik hier op de knop Toevoegen aan Chrome. Verklaar je akkoord met de rechten die het programma zich toe-eigent door te drukken op de knop Toevoegen en even later is de extensie een feit, dat merk je trouwens in Chrome, aan de knop rechtsboven een nieuwe blauwe knop. Die knop klik je maar al meteen aan en dan start je de eerste keer een configuratiewizard op. Je bevestigt met volgende. Je geeft aan dat je nog geen account hebt bij Xmarx, neem ik aan althans. Je zal dan ook gevraagd worden een aantal gegevens in te vullen, je naam, e-mailadres en wachtwoord. Even later krijg je dan een bevestigingsmail op dat adres toegestuurd en zodra je die link aanklikt kan je verder en kan je al onmiddellijk aangeven met de sync-knop dat je de huidige bookmarks of huidige favorieten van je browser inderdaad richting online wil gaan synchroniseren. Dat is een proces dat doorgaans maar een paar seconden hooguit in beslag neemt. Laten we maar meteen even online kijken door die knop aan te klikken. En vervolgens de optie My Xmarx te selecteren. Je merkt dat je automatisch surft naar login.xmarx.com. Nog even bevestigen met login en dan kan je je username of e-mail invullen en het bijhorende wachtwoord. En dan zal je inderdaad in je Xmarx belanden. En je ziet inderdaad hier online de favorieten die ik al aan mijn eigen server had toegevoegd. Ik laat je even zien wat er gebeurt als je een nieuwe bladwijzer in je browser toevoegt. Bij Chrome gebeurt dat op deze manier. Bladwijzer van deze pagina maken, Tom's Hardware. Ik sla die op in een map Windows Live. Ik kijk eventjes online naar My Xmarx. Open daar inderdaad Windows Live. En je merkt het, Tom's Hardware staat daar al aan toegevoegd. En ook op andere browsers waar je je aanmeldt met dezelfde account ga je deze bladwijzers zien verschijnen. Nu, ik blijf even hier online, want je merkt daar de knop Sync Profiles op. Dat is heel interessant. Je kan namelijk verschillende favorieten in een profiel gaan onderbrengen. Ik heb er al eentje gemaakt, confidentieel. Ik maak er nog eentje aan via de knop Add. En ik noem dat bijvoorbeeld ja, het profiel onderweg. En voor dit profiel wil ik alleen de volgende profielen actief laten. Gazet van Antwerpen bijvoorbeeld en Kliks Site. En de andere gaan er onverbiddelijk uit. Dus alleen deze twee bladwijzers zitten op dit moment in het profiel onderweg. Ik bevestig met Save and Close. Nu stem ik mijn browser af op dat profiel via de knop en via de optie Xmarx Settings, waar ik dan het tabblad Profiles open en inderdaad aangeef dat ik een profiel wil selecteren via de knop Change Profile. Ik moet mij eerst nog even aanmelden met mijn ID. Zodra dat is gebeurd, kan ik hier inderdaad aangeven welk profiel ik wil synchroniseren. Ik ben alleen geïnteresseerd in het profiel onderweg bijvoorbeeld. Ik bevestig met oké. Nogmaals met oké. En als ik nu de bladwijzers erbij neem van mijn browser, zal je zien dat ik alleen nog maar de twee sites van dat profiel te zien krijg, namelijk de Kliksite en de Gazet van Antwerpen. Best handig allemaal, want op deze manier kan je makkelijk en snel aangeven dat je op bepaalde browsers of apparaten alleen in welbepaalde favorieten geïnteresseerd bent. Nog veel plezier met Xmarx.